We hadden bijvoorbeeld geen onderzoeksruimtes bij alle GGZ-instellingen om mensen te observeren en te kijken wat is hier nu precies aan de hand. We hebben dus bijvoorbeeld vier psychiatrische onderzoeksruimten in de regio geopend. Eigenlijk een soort EHBO voor psychiatrie zou je kunnen zeggen. Nou, dat is gewoon een gigantische stap voorwaarts. Een ander ding wat nog niet goed geregeld was, was het vervoer van personen met verward gedrag. Dat kwam heel vaak neer op de politie. En daar is nu gelukkig de ambulancedienst heel hard mee bezig om operationeel te zijn vanaf 1 oktober in het noorden van de regio. En vanaf eind dit jaar in het zuiden met 13 zorgambulances. Nou, dat betekent dat die mensen die daar zeg maar in terechtkomen ook de juiste zorg krijgen. En ook op de juiste manier bejegend worden. Want het is nu eenmaal niet het vak van een politieagent om mensen met psychiatrische aandoeningen te vervoeren en te behandelen. Nu heb ik net met Robert gesproken. Hij zegt het menselijke contact. Van, ik snap dat mensen mij zagen als een straatjunkie, maar ik was ook een mens. Voorziet dit nieuwe plan daar ook in? Nou, het menselijke contact, dat is eigenlijk ook de bejegening zeg maar, van mensen die werken bij de zorgambulances. Die worden daar ook speciaal voor opgeleid. Maar je kunt ook denken aan cursussen als Mental Health First Aid, waarin burgers, maar ook professionals worden opgeleid om te gaan met deze mensen. Want het is best wel lastig, zeker als iemand in psychose verkeert, is het niet altijd gemakkelijk om te communiceren. Daarnaast willen we ook veel meer in de wijk kijken van wat is hier precies nodig. In de sociale wijkteams, die worden ook opgeleid. En onlangs ook de uitbreiding van het aantal wijk-GGD'ers. Dus dat zijn mensen die daadwerkelijk bij die mensen thuiskomen, langs de deur gaan en kijken wat is hier aan de hand. Vaak op basis van signalen van burgers of van de politie.